TBN, Prime Alert, spraken met de upcoming toneelspeelster Kavita Bhaggan, die sinds kort ook is aangesloten bij Hansuke Khelari. Ze komt uit een muzikale familie, bespeelt de bongo, heeft daar naam gemaakt. En ze is ertoe gevraagd geworden door vrienden, onder andere de heer Suraj Mangre, die ook deel uitmaakte van Hansuke Khelari, om hun te ondersteunen. Ze heeft het gedaan en ze is er goed ontvangen. Haar bijdrage, die wordt er heel goed ontvangen in die samenleving. Krijgt er heel wat positieve reacties voor de rollen die ze speelt. En ze zegt graag dat ze rollen wil spelen van de buitenvrouw. Oftewel iemand die er een beetje hekserig is. Ja, TBN, Prime Alert, spraker met jong talent Kavita Bhaggan. En zij vertelt er veel meer wat ze allemaal wil gaan doen. Kavita Bhaggan, de meeste personen, mensen, kennen jou via Hansuke Khelari. Dat is dan de toneelgroep uit het district Kommerwijnen. Los van Hansuke Khelari, wat kan Kavita ons verder nog vertellen? Wat doe je allemaal? Zo, zoals u al heeft gezegd, mijn naam is Bhaggan Kavita. Ik werk bij sportzaken. Ik hou me veel meer bezig met sport. Volg trainingen. Ja, we organiseren ook sportactiviteiten, ook op de scholen. En zoals u nu ziet, we hebben een training van schaken. En daaraan hebben we dan ook deelgenomen en ondersteuning aangeboden. Ja, los van sport en toneel, zijn er nog andere hobby's? Ja, muziek spelen. Okay. Zoals een ieder weet, er ging vaak een video viraal op social media. Niet één, ik denk een paar. ik kwam vaak op social media dat ik bongo aan het bespelen ben. Heel veel muzikanten kennen me ook. Dus ja, dat is het. En het bongo spelen, hoeveel jaren doe je dat al? Zo, ik was 11 jaar toen ik begon. Omdat ik van een muzikale familie komt. Familie Bhaggan. Mijn vader is ook in muziek, mijn broer in muziek. Dus mijn hele familie. Dus vandaar dat ik dat heb geërfd. Ja, maar speel je bongo alleen voor de fun? Of treed je ook op? Ik heb vaak opgetreden. Maar ik heb het een beetje verwaarloosd. Ik speelde vroeger met mijn vader in een semi-classical. Ik heb vaak ook met andere muzikanten gespeeld. En zodra ik ook op een feestje ga, dan roepen ze me, zodra ze me zien, om op een liedje te spelen. Okay. Dus, en het is een hele leuke ervaring. Is eigenlijk ook een sport, hoor. En is een ontspanning. Is het een mannenwereld wanneer het op bongo spelen aankomt? Of zijn er nog meerdere dames die het beoefenen? Ik denk dat ik de enige ben, want ik heb nog nooit een dame gezien op een bongo. Wel op een dhol en andere muziekinstrumenten, maar op een bongo nog niet. En wil je dat verder voortzetten of zegt u dat het bij hobby blijft en met de familie optreden? Ja, sowieso wil ik het overdragen. Ik heb een dochtertje van 6 jaar en ze houdt eigenlijk heel veel van zingen. Maar ik wil ook hebben dat ze dan dit kan spelen. Ja. En hoe kwam Hansuke Khelari op je pad? Zo, ik ben benaderd geworden door Suraj Mangre. Mijn broer die speelt ook in Hansuke Khelari. En ik vond, dus nadat ik die eerste film zag, vond ik het zo interessant. En zoals ieder me kent, ik ben een iemand die veel van comedy houdt, grappen. Ik ben benaderd geworden door Suraj Mangre. Hij zei me van, we hebben nog iemand nodig en zo. Dus ik zei van, ik kan jullie wel ondersteunen.
Yes. Maar ondersteuning, is het wat niet geworden? Een deel zo. Van de groep? Ja, of, blijf je nog steeds ondersteunen? Nee. Ik ben een deel van de groep. We willen het houden op jongeren. We zijn allemaal binnen de groep. We zijn jongeren. En we willen de gemeenschap ook aan het lachen brengen. Ja. En hoe is Hansuke Kelari ontvangen tot nu toe door die samenleving? Nou, als ik even naar de winkel ga, dan vragen ze me al van, ken je van ergens van Hansuke Kelari? Ik kijk vaak naar de films en zo op de tv. Dus zo kan je zien dat ze ons blijven volgen en al. Ja. En waartoe stimuleert dat u? Zo, het motiveert me, het stimuleert me natuurlijk om verder te gaan, om meer video's te maken. Ja. U zei het al, het muzikale zit in je familie, yes. Ja, en nu het acteren, ja, van waar komt dat? Zo, ik denk ook vanuit mijn familie hoor, want mijn broer zit ook erin en als je mijn broer ziet, Amris Bagan. Ja. Dus hij is ook de enige die echt met zoveel dialogs naar buiten komt. Dus soms kijk ik naar hem en vraag mezelf af van waar komt hij met die dingen? Ja, en oefenen jullie samen dan als broer en zus? Ja, we oefenen samen. We krijgen zelfs ook rollen waar we als buitenvrouw, buitenman moeten zijn. Maar... Ja. Het lukt wel. En is het nu alleen maar voor de taping, zoals men dat zegt? Dus worden er nu alleen video's gemaakt, opnames gemaakt voor YouTube en andere social media kanalen? Of treden jullie ook op? Hebben jullie intussen al shows gegeven? Er was een Milan op PND Sportcomplex, als ik het goed uitspreek. Ja, ja. Daar hadden ze wel opgetreden, maar toen was ik nog niet in de groep. Ze hadden een stage-programma gegeven. En we willen wel nog meer stage-programma's doen. Waarnaar wij op zoek zijn een paar sponsoren. Om dus de stage-programma's te kunnen geven. En als u naar ons video's hebt bekeken, heeft het altijd een boodschap. Voorlopig zijn we nog bezig korte video's te maken en op YouTube te zetten. Ja. Hoeveel afleveringen hebben jullie intussen achter de rug? Ik denk dat we al 5 tot 6 hebben gemaakt. Ja. Hoe is de cohesie? Hoe is die samenwerking binnen de groep? Zo, het is heel gezellig hoor. We houden het zo gezellig. We doen de opnames niet alleen in Kommerwijnen. We gaan ook naar de stad om die opnames te doen. En het is altijd komisch geweest binnen de groep. Ja. Ja. Je voelt je helemaal thuis daar? Helemaal thuis. Ja, dus vooral met die mensen. Dus ik was een maand lang in het ziekenhuis. En nadat ik hersteld was... ben ik weer gekomen in de groep en ik heb de groep zo gemist, echt, ik heb de groep echt gemist, ja. Echt. De eerste dag al kon ik lachen met ze. Ja. Zijn jullie nu bezig met opnames of hebben jullie weer een break? Want ik heb begrepen, de heer Mangre is er nu met dingen, dus hoe zit het nu? Suresh Mangre is nu ziek, maar ons programma gaat gewoon door. Dus die afspraken hebben we gemaakt, dus het gaat gewoon door. We hebben 2 opnames gemaakt, die komen nog op YouTube. Ik denk over 2 weken zijn ze op YouTube te zien. Ja. Welke rollen spreken jou aan? Welke rollen me aanspreken? Zo, buitenvrouwrollen. Buitenvrouwrollen. Waarom? Omdat ik een rol van buitenvrouw had en nadien zijn we naar een interview gegaan bij Rasonic TV. En ik hoorde de samenleving ook zeggen van, deze is die buitenvrouw en al. en ook bepaalden zeggen dat ik ook net een heks doe,
of net een heks eruit zie. Ja, staat buitenvrouw, ja. Sugar mommy. Maar bepaal jij zelf welke rollen je wil? Of is het, hoe zit dat? De schrijver, de producer, de director, wie bepaalt wat? Ja, dus we hebben 2 tot 3 mensen die dat script in elkaar zetten. Eén van ze is Suraj Mangre. En Suraj Mangre weet hoe ik in elkaar zit. Dus hij plaatst me bij de beste rol. En hoe ziet een opnamedag van jullie eruit? Als jullie bijvoorbeeld morgens of middags, is het een aantal uren achter elkaar dat jullie filmen? Ja, aantal uren achter elkaar. Want soms beginnen wij zelfs ook te lachen. En dan moeten we steeds weer filmen. Meestal filmen we in de middaguren. Want dan is het koel, de zon is niet meer zo fel. Dus het hangt af hoe de leden hun schema's in elkaar zetten. Ja. Nou, heel leuk, Kavita, om met je gesproken te hebben. Had je tot slot een boodschap voor al je fans, maar ook voor jong Suriname, de jongeren vooral? Want we zien dat onze jongeren nu in vakantieperiode zijn, maar we merken ook heel veel zaken rond onze jongeren en hun gedrag. Ja? Ja. En jij als opkomende talent, opkomende ster in Suriname, had je een boodschap? Voor je fans, maar ook voor alle jongeren? Zo, voor mijn fans, voor de jongeren die ons programma volgen. Blijf ons volgen. We hebben ook een Facebookpage, Hansuke Kelari. We zijn ook op YouTube, dat ze ons kunnen volgen. En als ze naar onze video's kijken, hebben we altijd een boodschap. En dat ze ons boodschap kunnen meenemen. En bepaalde dingen, de negatieve dingen sowieso niet toepassen en de positieve dingen meenemen en toepassen.